De stemming is wel goed volgens mij. Ja, dat heb je heel goed. Ja, dit was gewoon een cruciale week met Willem II uit de Graafschap uit en NAC thuis. Ja, je wist dat je deze goed doorkomt, weet je, dan hoop je ze alle drie te mogen en te kunnen winnen. Ja, dan, als je dat doet, dan doe je denk ik richting promotie een hele goede zaak. Richting kampioenschap blijft het verschil eigenlijk wat het was, hè? Dat hebben we in eigen hand. Het gat is 3 punten en dat willen we graag zo houden. Ja, liefst nog groter, maar... Ja, het eerste doel was promotie. En je weet in zo'n week eigenlijk, zo'n weekend, dan gaan de concurrenten kijken. Van, ja, die gaan toch rekenen ook, zoals wij net zo doen. Je gaat gaan kijken waar de concurrentie eventueel punten kan spelen. Ja, en dat waren deze 3 wedstrijden wel. Als je dan alle 3 binnen weet afsluiten, dan is dat ook wel een tikje richting een Almere, een Eindhoven, VVV, noem maar op. Ja, heb je al gerekend wanneer je promoveren kunt? Ik heb wel heel veel programma van de concurrent gekeken, met name van Heracles en Almere. Ja, weet je, dan wat ik zeg, dan kijk je wel een beetje wat zij kunnen doen en waar ze punten kunnen verliezen. De eerstvolgende wedstrijd is thuis. De 3e en de 5e is ook weer thuis. Zou mooi zijn als het hier gebeurt, hè? Ja, maar voor ons, kijk, promotie is het eerste doel, maar wij willen wel voor het kampioenschap gaan. Ik denk als je zo dichtbij bent en er zo goed voor staat, dan een kampioenschap is zoveel unieker dan alleen promotie. Wat je uiteindelijk ook onwijs moet vieren. Maar, ja, supporters willen we 2 feestjes op. Ja, ik ook wel. Daar heb ik ook geen moeite mee. Lang geleden dat ik weer een feestje heb gevierd, dus ja, wordt wel weer tijd. Ik denk dat wij überhaupt over thuissport helemaal niks te klagen hebben dit seizoen. Die blijven volle bak achter ons staan het hele seizoen al. Dus ja, dat is een groot compliment denk ik aan onze supporters. Ja, en dit is wel, ja, kijk, als je veel wint dan heb je vrienden, maar dan is het ook heel veel vaak gezellig op de club en ook wel in de groep zelf. Ja, het was even wat moeizaam vanavond tegen NAC. Ja, zij deden het wel goed hoor. Ze, echt met een 5-4-1, ze teamen de boel gewoon helemaal dicht. En wij hebben ook wel gezegd, dan moet je in ieder geval geduld bewaren. Proberen het tempo, baltempo zo hoog mogelijk te houden. Ik vond ons een beetje slordig hoor, eerste helft. Ja, daar worden we een beetje op weg geholpen met zo'n 1-0. Maar ja, ik denk dat we, nou, dat zij misschien 2 keer op goal hebben geschoten. Dat, voor de rest waren we oppermachtig. Alleen waren we, ik vond ons niet altijd even goed om er doorheen te spelen. Maar de tweede helft zijn we niet meer in de problemen gekomen en hadden we echt nog wel 2 of 3-0 kunnen maken. Van tevoren, als het 1-0 blijft, dan hoeft maar 1 keer een bal verkeerd te vallen of zo'n uitvalletje waar ze een keertje geluk hebben. Ja, ik vond wel dat we daarin heel stabiel stonden achterin en dat we eigenlijk niks weggaven. Dus dan is het lekker dat je op een gegeven moment die 2-0 maakt. Ja, de eerste helft bleef even zitten, werd je behandeld en je denkt, nou... Ja, ik had de eerste helft ook echt last. Ik had maandag een knietje om mijn bovenbeen gehad. Maar het schoot er vandaag in met elke bal die ik gaf. Dus ik heb op een gegeven moment de tweede helft maar geen lange ballen meer gegeven. En de boel heeft flink ingezwacht. Dus ik was eigenlijk wel blij met mezelf dat ik de wedstrijd kon spelen. Het is niet iets groots, alleen het was niet lekker lopen vandaag. Maar goed, wedstrijdje op karakter, daar heb ik wel meer van gedaan. We hebben nu vrij 4 dagen, dus daar gaan we even lekker van genieten met de familie en vrienden. Dus kijk ook even naar uit. Helemaal na zo'n week, dan is het des te lekker om even wat vrije tijd te hebben met familie en vrienden. 9 punten in 3 wedstrijden. En wat voor wedstrijden? Nee, zeker. Ik denk dat vandaag een zware wedstrijd was op basis van dat het de 3e was in een week. En de andere 2 wedstrijden veel kracht hebben gekost. En dit was een zware wedstrijd, vooral psychologisch, omdat de tegenstander heel ver inzakt, heel veel verdedigt. En eigenlijk hier kwam, denk ik, om een punt te halen. En wij daarin toch wat moeite hadden om er doorheen te komen. Uiteindelijk hebben we de kansjes toch gehad, de eerste helft vond ik. En die heb je dan wel nodig om eentje te verzilveren, om uiteindelijk wat beter in de wedstrijd te komen. En na rust hebben hun ons geholpen om de goal te geven. Ja, en een mooi moment hè, gelijk naar rust en dan erin, ja, dat voetbalt een stuk lekkerder. Nee, zeker. Uiteindelijk ja, zie je dat hun nog iets verder naar voren moeten om druk te zetten. Maar ik vond niet dat hun dat echt deden. En ja, ik heb ook bij fases wel versnellingen gezien, goede loopacties en ja, goede aanvallen gezien. Dat we misschien beter en meer hadden kunnen scoren. Maar uiteindelijk ja, een goede teamoverwinning en zeer blij mee. Dan wordt het langzamerhand kijken wanneer ga je promoveren. Nee, ja goed, we gaan eerst een paar dagen vrij hebben en dan gaan we naar Jong Utrecht toe werken. En zorgen dat we die wedstrijd hier weer gaan winnen en dan gaan we het van week tot week bekijken. Dus we moeten ook zorgen dat we fris blijven, zeker in de manier van hoe wij spelen en in de afgelopen weken de wedstrijden hebben gehad. Ben je een goed resultaat, las ik op het programmablaadje, is Dick Schreuder vaak ook nog niet tevreden. Vandaag wel? Het spel kon natuurlijk wel bij vlagen beter, maar ik wil het eigenlijk omdraaien. Het is gewoon een 3e wedstrijd, moeilijk. We hebben 2 zware uitwedstrijden gehad.
En we hebben denk ik de wedstrijd helemaal gecontroleerd en gedomineerd, maar niet op een manier van dat we misschien zouden willen. Maar goed, dat kan niet altijd en daarom horen deze overwinningen er ook gewoon bij. Zakelijk en ook gewoon dik verdiend. Drie moeilijke wedstrijden zeg je al, hè, die veel kracht gekost hebben en toch iedereen fit. Dat is ook de verdienste van de staf en de trainers, de medische staf, iedereen en vooral de speler zelf die gewoon zeer professioneel is en moet zorgen dat ze fit zijn en blijven aangehaakt. Dat doen we gewoon goed en we moeten zorgen dat we dat volhouden. Wordt april wordt de promotiemaand en mei de kampioensmaand? Nee, ja goed, als dat zo is dan zou dat heel mooi zijn, maar uiteindelijk focussen we nu op Utrecht.